Ja, nog een hele goede dag, dames en heren. Welkom in mijn keuken. We gaan vandaag even een lekker gerechtje maken. Gerookte zalm, tagliatelle, broccoli. En dan maken we een lekker sausje van gerookte zalm en champignons. En dan doen we lekker boursin saus doorheen. Goed, we beginnen eerst met de tagliatelle koken. Een beetje ruim water opzetten, een beetje zout erin. Als die bijna klaar is, giet hem af. Het staat al bijna 10 minuten op. Nou, ik denk dat hij al bijna klaar is. Geef hem nog even 2 minuutjes. Dan laat ik het even rustig staan. Tussentijd doen we de broccoli koken. Nou, broccoli koken gewoon een beetje saus. En laten we gewoon een minuutje of 6, 7 koken. En de champignons. Champignons even aanzetten in een pannetje. Daarna doen we er lekker de boursin bij. Zoals je ziet, kijk hoe lekker het eruit ziet. Nou, een lepeltje pakken. En dan doen we op het laatste moment doen we de grote zalm doorheen. Waarom doen we de grote zalm op het laatste moment door? Als we hem er eerder doorheen gooien, dan wordt hij zo zout. Ja, dus hoe langer die meekookt, hoe zout hij wordt. En dat willen we niet hebben. Dus we maken gewoon eerst een sausje. Die maken we gewoon helemaal klaar. Even op het vuur zetten. Koken is zo simpel, hè. Het is zo simpel. Nee, je moet er wel even bij blijven staan. Zet hem gewoon even lekker op het vuur. Tussentijd is de tagliatelle ook klaar. Giet we af. Oké. En ook een beetje olijfolie door de tagliatelle. Ten eerste voor de smaak en ten tweede blijft het niet plakken. Wat ook heel lekker is, is die Italiaanse kruiden. Kan je er ook eventueel doorheen gooien, maar het is meer als erbij. Hoeft niet, mag wel. Dat zijn dus de tagliatelle. Laten we even staan. De saus is bijna klaar. Even goed door laten koken. En dan gaan we in die tussentijd de grote zalm even snijden. Grote zalm gewoon bij Albert Heijn gehaald. Grote zalm. Ik zet het vuur even zacht, want hij kookt al. Zet het op half. Grote zalm snijden we gewoon even julienne. Een beetje grof, niet te fijn. En ik doe als laatste moment doen we dat er lekker bij. Grote zalm. Voor de duim. Nou, kijk hoe lekker dat eruit ziet. Zie je dat? Vrij simpel. In de tussentijd hebben we de broccoli op het vuur staan. Nou, dat is gewoon vrij simpel. Gewoon opzetten met water. Kan eventueel afgieten, dan een klein beetje roomboter erbij of bona. En heel een beetje groentebloempoeder. Dat is eigenlijk meer voor de smaak. In principe kan ik 2 pakjes zalm gebruiken. Kan ik eigenlijk wel doen, ja. Ik doe er gewoon nog eentje. Meestal wel lekker. Lekker veel. Dus ga je nog het vuur uit van de zalm, van de saus. Anders gaat hij te ver doorgaren. En dat moeten we niet hebben, hè. Eruit. Openmaken. Oké. Grote zalm is zo lekker. Hè? Ook lekker op brood, stokbrood. Trouwens, ook op een salade is ook hartstikke lekker.
een klein beetje te dik. En dan ook een beetje melk erbij. Ik kan ook eventueel crème fraîche erbij doen. Nou. Dit laten we gewoon even rustig staan. Totdat de broccoli goed gaar is. En dan kunnen we gewoon eten. Eigenlijk een gerecht dat binnen 10 minuten klaar te maken is. Let goed, hè? Zo. Doe eventjes de tagliatelle, gooi je even terug in de pan. Heel klein beetje olie erbij. Dit is olie met chili en knoflook. Niet te veel. Zo. Dit is klaar. Dat is klaar. En nu alleen nog eventjes de broccoli. De broccoli is ook bijna klaar. Even. Gieten schoonmaken. Leg maar weg. Achter. Broccoli moet nog eventjes een paar minuutjes, twee minuutjes en dan kunnen we hem al eten. Ik zou zeggen van deze kant, eet smakelijk voor zometeen. Wij gaan het ook doen en we zien je de volgende keer. Tot ziens!